over Ginny. Door, die is ook echt... Moet ik afklappen? Die hebben we sowieso. Wij zijn dus opgericht in Dubai. Ze hebben gewoon op no-stop gedrukt door mij. Waarom? Ja, gewoon laten we ons gewoon maar oprichten. Kom, ik ben er klaar mee. Super leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van Familie Le Cap. Nog steeds vanuit Dubai. En vandaag hebben wij een hele grote verrassing voor de jongens. Een wens van hun, een droom van hun die in vervulling gaat. Ze weten het alleen nog niet. Ja, het is eigenlijk letterlijk hier verderop de auto's die wij vandaag gaan halen. Maar we gaan er gewoon heen lopen. Ja, dat is even kijken hoe ze reageren op de auto's die je daar ziet staan. Hey Debbie! Hey Mimi! Het ziet er weer goed uit daar. Ja, kijk eens. Kijken we ook lopen met de knuffel. Oh, daar ging de knuffel. Oh. Ze denken nu trouwens dat we naar een winkelcentrum of iets gaan, maar we zijn er bijna. Nee. Hey. Zo, Debbie, kijk eens even wat hier staat. Oh mijn god, dit is mijn droomauto nu, vanaf nu. Ja? Nee, ik vind dit echt zo'n mooie kerkleur. Oh, kijk eens even. Kijk die Ferrari dan. Wat zie jij? Auto. Mooi? Vind je deze mooi? Leuk of niet? Mooie auto's, jongens. Ik wil Lamborghini. Wil jij Lamborghini? Jij wil graag Lamborghini, hè? Dat is jouw wens, hè? Zullen we gewoon naar binnen lopen? Zullen we kijken of we er eentje kunnen krijgen? Kom, we gaan het gewoon doen. We zijn binnen, we moeten nog heel even wachten. Eli, twijfel om even te oefenen. In het Engels zeg je, can I have a Lamborghini? Yes, Can I have a Lambo. Lambo kan ook. Top. Tik hem aan. We gaan het zo vragen. A few minutes later. Eli, wat wil je vragen? Lambo. Yes? Oké, Eli, het kan. Kom, we gaan kijken. We lopen nu richting de wagenpark. Wat zei je? That's Lambo. Wow. Ik ben zo blij. Ik wil altijd al een keertje. Eli, dit was zo'n grote wens. Dit wouden we al zo lang. Oh, Eli, kijk, deze deur. Volgens mij, is hij kapot of is hij goed? Deze hoort zo, dit is mooi, hè? Dit is een Aventador, die is ook echt... Kijk hoe blij die is. Dit is echt zo leuk. Influencer Debbie is ook al aanwezig. Oh. Echt benieuwd, hè? Voor jullie, wat is jullie lievelingsauto? Want als je zo kijkt, hier heb je een Ferrari, een Bentley, een Rolls Royce. Ik ben heel erg benieuwd, wat is jullie lievelingsauto? Gewoon over het algemeen. En welke is voor jou? Dit vind ik ook echt een autootje voor jou, hè? Dat op een dag. Cabriootje. Ik weet niet wat jullie gaan doen. Ik ga deze. Pie, wat vind je van de auto achter mij? Wat vind je van deze? Hij is dik, hè? Oh, wacht, we hebben een probleem. Debran vindt deze auto achter mij wel dik. En hij wil volgens mij een 2-persoonsauto. Ik ga even laten zien. Kijk, deze auto. Moet ik afklappen? Die hebben we sowieso. Maar Eli, er komt één. Nog één erbij. Sarah is er even aan het praten, want het is hier niet helemaal goed gegaan. Sarah had gegeven dat we hier twee auto's zouden boeken, maar ja, die man heeft al eentje vergeven. Heeft niet correcte prijzen doorgegeven, dus eigenlijk zijn we hier een beetje soort van opgelicht. We zijn eventjes naar een plekje gegaan om even wat te eten en drinken en even bij te komen, want wij zijn dus opgelicht in Dubai. Kort samengevat, Sarah had een afspraak gemaakt met die man voor twee auto's. Prijs afgesproken, twee dagen inderdaad. En nu komt die man dus opeens de prijs verhogen. Daarnaast is één auto die we dus hadden gekozen, is er ook niet eens meer. Ja, dat zijn natuurlijk geen manieren van zaken, want je gewoon niet opeens hier mensen laten komen en opeens een hogere prijs vragen. Je bent toch hier, neem het maar. Ik zeg, nou, we gaan we niet scannen. Nee, dus goed, let er goed op als je ooit eens een keer ook in Dubai te maken gaat krijgen met dit. Het kan dus gebeuren. Ja, zijn wens. Gaan we nog proberen even vulling te laten gaan, maar het is natuurlijk heel lastig om nu les binnen iets te gaan regelen. Heel veel autobedrijven, ja, die hebben natuurlijk allemaal auto's al verhuurd, et cetera. We hebben natuurlijk ook de andere dagen al planning staan. Maar we gaan kijken of we jouw wens nog even vulling kunnen laten gaan, ja? Oké, we zijn even door het lopen, want we gaan een poging doen bij een andere garage. Allee jongens, wat zien jullie de hele tijd? Zegt mij van, ik zie overal meidenkaarten. Ik ga kaartjes gaan sparen hier zo. Kijk, waar ze heen? Eerst waren ze helemaal gek van Pokémon kaarten. En nu zijn ze gek. Nog meer. Overal vrouwenkaarten. Wat ik denk. Hele
Wat ik denk is dat ze dit expres op de grond gegooid hebben. Dat je gewoon even snel de telefoon hebben kan opsladen. Al een kaartje uit je broek. Oh, dit is niet normaal hoor. Echt waar. Niet pakken, gewoon laten staan. Jongens en meiden, geloof het niet. We hebben auto geregeld. En heel eerlijk, het is geen Lamborghini, het is gewoon een taxi. Ons idee was vandaag om gewoon twee dikke auto's te hebben. Wat? Kijk dit trailer. Trailer. Trailer? Six wheeler. Bruh. 10 wheeler. Ik weet niet wat je zegt. Hij understand. Hij don't understand. Oké, maar eigenlijk... Oké, we zijn net de taxi uitgestapt. We gaan even een rondje gaan lopen tot wij zojuist werden aangesproken door twee jongens. Die hier denk ik zijn om te werken. En ze kwamen met de vraag, jongens, we hebben echt heel erg honger. Zouden jullie misschien iets te eten halen? Echt, hij vroeg het zo lief en verlegen en zielig. Ja, natuurlijk. Misschien, misschien had het zo moeten zijn dat die Lambo niet doorging. En dat wij hun toch een soort van konden helpen. Broer staat nu bij hun om even wat te orderen. Tenminste, Dan, dat we die auto's niet hebben gekregen, heeft teken gehad. Maakt tenminste twee jongens blij. Ik maak liever iemand blij die geen geld heeft. Dan dat wij dit doen. Zelf dat ik ga autorijden. Zo zijn wij. Oké, de jongens zitten in het restaurantje daar. Die gaan hopelijk lekker genieten van hun maaltijd. Het is volgens mij in Dubai wel zo dat dit best wel veel voorkomt. Er zijn heel veel mensen uit Pakistan, India, Afrika die hier naartoe komen om te werken. Verdienen niet altijd goed. Omstandigheden volgens mij ook niet altijd goed om te werken. Dus... ja, dat is hier wel een beetje bekend. Dus als wij hier ook wat mensen kunnen helpen, is dat alleen maar fijn. Maar wij gaan nog even lekker genieten van de zon. Het is al een beetje later op de dag. De tijd is best wel gevlogen. We gaan kijken waar plek is waar we hem blij mee kunnen maken. Oh, we zien daar wel iets. Zullen we doen? Jongens! Jongens, kom! Deze kant op. We gaan de dag even leuk afsluiten, want ik zie daar wat leuks. Oh, help me out, help me out. Jongens, Doorlopen. Je weg. We kijken gewoon naar rechts. We lopen in één. Dan? We lopen recht vooruit. We hebben één doel, één missie. Nee, duidelijk, nee. Hij heeft vorige keer, hij heeft nagekeken, €70 uitgegeven alleen aan de boksbal op de kermis. Weet je hoe dat komt? Dan gaan we een record inhalen, maar lukt het niet. Oh, echt waar, €70. Dat is toch een keer? Oh, nog één. Hier, hoeveel boksballen hebben ze hier? Daar staat er ook gewoon weer één op dit kleine stukje van ik de kermis. Ik ga een boksbal kopen en bij hem thuis neerzetten. Ja, misschien beter. Ja. Kijk, hij ziet een highscore hier staan. Hij ziet twee jongens slaan. Hij is gewoon weg. Hij gaat gelijk komen. Nou, terwijl die jongens daar blijven staan bij de boksbal, hebben zij het busje uitgekozen. Dat is leuk, hè? Autootje over naar een paardje. Hey. Nou, Debbie gaat daarin. En ze gaat bij. Ik vind het heel eng, dus ik ga hier zo staan. Mezelf de poort open. Oké, ready. We are ready. Hey. Hier zijn ze altijd zo enthousiast. Doei. Ja, doei. Oh, Deb, draaien. Deb, die gaat altijd zo hard. Mijn broertje staat er nog steeds. Heb je een record gehaald? Goed zo. Oké. Wow. Debbie, harder. Draaien? Oh, word je aangesproken alweer? Kijk. Wacht. Ken jij veel? Oh mijn god, ik word weer aangesproken. Echt waar, ik weet niet wat het is hier in Dubai, maar ze moet mij steeds hebben. Nee. Sorry? Oh, I want to film there. Ze heeft gewoon op noodstop gedrukt door mij. Waarom? Nou zeg, weet je, dan ga ik maar richting de boksbal. Dan niet. Hey Dan, moet ik maar even jouw record even weer gaan inhalen? Kom aangeren, wat zeg je? Ik wil maximaal! Kom maar, oké. Okay. Oké, okay, Debbie, dan gaan we. 3, 2, 1. Oh, Debbie! Oh. Goed zo! Oké, okay, Debbie, je hebt bijna onze record ingehaald, maar we gaan nu wat anders leuks doen. Ja, man, dit, nu komt echt een knuffel binnen. Alles stikt bij jou. Jij kan goed schieten. Wij gaan hier zo. Hoe noem je dit eigenlijk? De bucket challenge of zo. Hier heb je drie van die emmers op elkaar. En dan moet jij nu gaan schieten, ja? Allemaal. Sir, this is Ronaldo Junior. This is Ronaldo Junior. Ja, kom op. Ja. Harder. Oh. Make it higher. Ha, hoger. 3, 2, 1. Oh! Oké, ja, ik snap het wel. Dave vindt het lastig om de bal omhoog te schieten. Maar goed, daar hebben we de echte Ronaldo. Sir, this is Ronaldo. Oh. Oh! Nog één. Oh, nee!
We hebben zoveel geld uitgegeven voor knuffels, nu moeten we wel eentje doen. We moeten echt een keer een knuffel winnen. We halen steeds de record van de boksbal, maar dit moet ook een keer lukken. Oké, je moet twee ballen allebei erin laten. Debbie, ik heb volle vertrouwen voor jou. Wow! Debbie! Hé, als deze erin gaat, dan hebben we hem. Kom op, Debbie. Probeer het maar. Oké, de tip is, hij heeft iemand het gegeven, probeerde, wat zei hij, de corner, de hoek proberen te pakken. Daar gaat Sam aan. Hij doet het stijt hem zo hard. Oh, kom op, kom op, kom op, nog eentje. Oké. Welke wil jij? De draak? Witte? Je hebt een zwart. Black or white? Zwarte black one, please. Black? Yes. Eindelijk! Eindelijk! Yeah. Yeah. High five! Iemand? Ja, iemand. Ik red jou. Alright. Wow! We have a winner! Yay! Yeah. Oh, hij heeft hem aan Mia's gegeven, kijk nou! Als je goed was, zou zo. We hebben de smaak te pakken. Volgende spel: ballen gooien of blikken omver gooien. Kom op, Debbie. Kom op, Debbie, kom op, we moeten even winnen. Oh! Dat is lastig, want je moet ze allemaal. Oké, een speciaal moment. Mia schat voor de allereerste keer eentjes vangen. Dit vonden de jongens vroeger ook altijd zo leuk. Alright, catch more. Vier eentjes vangen, Mimi. Oh, ja, goed zo, Mimi. Hij valt er zo bijna vanaf. Hou wel vast. One more. Eentje. Laat Mimi zo doen. Kijk, oh, Mimi. Bijna, ja. Alright. Oh. Yeah. Oké, en hoeveel punten heeft Mimi? Twee, vier, zes. Volgens mij zit er alleen twee in. Acht. Eight. Zeker de kleinste. One more try. You can get this 8 points also, because this one is 16 points, so you have already 8 points more to get this. Yeah, but now it's big, we can get it in the suitcase. No, back to Holland. Ik wil geen grote, want dat past niet in de koffer. Ze zegt, dus speel nog een keertje, dan kan je die winnen. Mia smelt een knuffel. Welke wil je? Die, welke wil je? Welke wil je? Which one? You want to swim? I know. Oké, pak maar tijger dan. Oké, de tijger is dit. Mia snapt nog niet dat hij iets heeft gewonnen. Hij laat die tijger dus weer terug. Mia, die is van jou. Je hebt hem gewonnen. Ik heb nog nooit iemand gezien die gewonnen heeft en aan het huilen is. Wat is er? Hij geeft niks om die knuffels. Hij wil in eentjes vangen. We hebben nog knuffel bij. Ik weet niet hoe die er komt. Esra, eigenlijk is nee. Hoe gaan we dit allemaal meenemen naar Nederland? Ik moet even een nieuwe koffer erbij halen. Oké, nou, iedereen prijs, wegwezen hier. We hebben nog een rondje boulevard gelopen. We zijn klaar met goed gaan naar het hotel. Om even op te frissen. En nou rijden hier ontzettend veel auto's. Dit is een beetje de eindbestemming. Heel veel taxis ook. We hebben serieus al 5 taxis aangesproken. En geen enkele taxi wil ons gewoon wegbrengen. Wat voor dag is het vandaag? Echt gewoon niks gaat gewoon zoals ze zelf willen. Maar ik weet ook niet de reden. Want of ze zeggen, we rijden niet naar die area. Ik weet niet of het verkeer is. Ik weet niet wat de reden is. Er staat daar nu één taxi die we net hebben aangesproken van, joh, can you bring us? Nu dus blijft hij daar staan. De taxi die ik ga vragen en anders gaan we op het strand slapen. Oké, dan gaan nu mensen uit. We gaan eens even kijken of het gaat lukken. Dat anders kopen we niet meer thuis. Maar die kant op, want hij komt niet onze kant op, Esra. Heb je hoop in? We gaan kijken of hij ons mee gaat nemen. De taxi is going to Ibn Battuta. I don't know, I have fucking door. Will you ask 5 taxis and everybody say no? My friend, I have already, I got 20% for tomorrow. Friend. Are you free? Free? You go to Ibn Battuta Hotel? Oké, ik heb ook aan hem stel gevraagd, Esra. Nee. 4, 5, 6 taxis. Ja. Die mensen staan hier ook al super lang. Op een bepaalde plek willen ze gewoon niet oprijden. Weet je wat hij zei erbij? Waar moet je heen? Ibn Battuta. Weet je wat hij zegt? Nee. Oh nee, I'm already booked. Waarom vraagt hij het eerst erbij? Ik wil naar huis. Ik wil naar huis. 85. Wil je opgelicht worden? Normally is 35. Hij zegt, wij gaan niet daarheen. Als je die kant wil, moet je de prijs wel betalen. Sinds gisteren hebben we hier gewoon een taxi. 35 dirham.
Weet je, ja, weet je, laten we oplichten. Laten we ons gewoon maar oplichten. Kom, we zijn klaar. Ik ben er klaar mee. Laten we ons oplichten. Oké, okay, we hebben even op uitleg gevraagd aan de chauffeur van waar ligt het nou aan. Blijkbaar dat het nu gewoon een heel druk tijdstip is. En dat het voor hen heel lastig is om hier weer terug te komen. En het liefst pakken ze gewoon... Ja, ik weet het. We zitten helemaal vol met die knuppels. Geef die knuffel mee. En het liefst willen ze gewoon korte ritjes, zeg maar. Dan niet weer helemaal eruit en vervolgens hier terugkomen. Dus ja, we betalen nu meer. Maar na drie kwartier wachten, de kindheid ook zat. En die knuffels willen gewoon naar het hotel. En dan zeggen we home sweet home. We zijn gelukkig eindelijk weer lekker terug op de kamer. En kijk eens even, we hebben hier ook gewoon de kermis hoor. Allemaal prijzen die we kunnen winnen. Zoals ik al zei, we hebben echt een koffer nodig om al die knuffels mee te nemen naar Nederland. Niet normaal. Ondertussen is Sarah even met Mias aan het douchen. Want Mias is ook totaal niet lekker. Ook echt op zo'n dag als vandaag. Snotterig, hangerig, huilig. Het is echt even zo'n boah dagje. Het loopt niet lekker. Maar goed. Ja, ik ben heel snotterig. Ja, jij bent ook een beetje aan het niezen en snotterig, hè? Ja, en Mias. En Mias ook al. Jij ook al. Oké, okay, ze zijn de douche weer uit. En alsof deze dag niet nog erger kon worden. Zijn we er zojuist achter gekomen dat wij vandaag een tasje met kleding ter waarde van nou ja, bijna 300 euro zijn kwijtgeraakt. Speciaal voor deze vakantie hadden gekocht waarvan we dachten, hey, misschien is het leuk om een foto te maken met de Lambo die we hadden. Maar ja, hoeveel pech. En hoeveel pech die op de dag hebben. En alles op één dag. Niet normaal. Ik ben maar we hebben wel geluk met de knuffels. Ja, de knuffels. Ja, Gelukkig hebben zij niet door wat er speelt, maar... Maar goed. Wat een dag. Oké, het is even later. Het mooie van hier is ook, ik heb me eventjes verwend met de roomservice. Kijk eens wat er naar binnen is gekomen. Oh. Dit heb ik niet besteld. Dit heb ik niet besteld. Dit heb ik niet besteld. Sorry, ik ga dit gewoon... Dit is zo lastig, want ik ga verpesten. Mag het? Ja, doe maar. Dit is zo... Doe. Oh ja, oké. Echt waar, Esra en Eigeel dat niet helemaal doorgekomen is. Ik kan je laten zien, want ik wou... Niks gaat goed vandaag. Ik zeg, de dag gaan we goed eindigen voor jouw roomservice. En dan krijg je als dat iets wat je niet zegt. Even zin, ik wou zeggen, kijk wat ik heb besteld. Maar dit wat had je besteld ook alweer? Ik had een soort van shawarma roll met allemaal beef en dat soort dingen besteld. Dus dit is een hamburger. Maar goed, maakt niet uit. Ik gooi dit lekker naar binnen. Ik ga dit eten. Maar ja, desondanks alles, we hebben wel goed gelachen. Genoot van de dag alweer, want ja, een dagje in Dubai is gewoon heerlijk genieten. Esra die gaat eten en die gaat verder editen, want dat moet ook gebeuren. En ik ga hier bij de video afsluiten. Ik hoop dat jullie allemaal genoten hebben. Doe een duimpje omhoog en ik zou zeggen abonneer en tot de volgende keer.